wat moet dit voor jou een rotwedstrijd zijn geweest? Ja, nee, zeker. Dus, je weet van tevoren eigenlijk al dat je hier een lastige wedstrijd gaat krijgen. En ja, ik ben eigenlijk geen moment in het spel gekomen. En het komt deels, deels een beetje door de wedstrijd, maar vooral dat ik gewoon zelf niet goed genoeg was voor mij. Je zegt, dit had ik wel verwacht. Waarom zijn zij zo lastig dan voor jouw type spel? Nou, kijk, zij zijn sowieso traditioneel een lastige tegenstander voor ons. Ze gooien het gewoon dicht. Ze hebben fysiek sterke jongens. En we waren ook niet in staat om voetballend tussendoor te komen. En we waren gewoon niet goed genoeg om dat tussendoor te spelen vandaag. En dan, doe je hun een gunst eigenlijk. En dan scoren ze ook nog uit de corner. En dan gooien ze de pot helemaal dicht. En dan kom je er gewoon niet doorheen. Dus een frustrerende middag / avond. Je bent er ook behoorlijk geïrriteerd bij, want je loopt behoorlijk goed natuurlijk in deze competitie qua doelpunten. Ja. Wat voor gevoel sta je dan hier uiteindelijk? Nou ja, kijk, tuurlijk, je weet van tevoren dat ik Osaka verloren heb vandaag. Dus we gaan gewoon volle moed die wedstrijd in. En we hadden het echt gevoel van als we hem vandaag zouden kunnen pakken, dat we echt een goede stap zouden kunnen zetten. En dan ben je gewoon gefrustreerd. En eigenlijk moet het tijdens de wedstrijd moet dat niet blijken. Je moet gewoon doorgaan tot het moment dat de scheidsrechter floot. Ja, het is gewoon frustrerend. Ik zit er niet lekker in en dan krijg ik nog gele kaart. Wil je geschorst met volgende week? Waar ik eigenlijk helemaal niks doe. Dus vervelende middag. Lastige scheids ook. Die zijn niet veel doorspelen. Had je ook moeite mee volgens mij? Ja, ik vind het normaal gesproken echt een topper. Maar vandaag was het in ieder geval niet hoe ik het graag had willen zien. En, nou ja, je weet dat zij, kijk, dat moet ik misschien zelf ook beter doen. Je weet dat zij mij gaan zoeken, dat ze mij gaan irriteren en hun spel misschien een beetje gaan aanpassen aan mij en mij vastzetten. En, ik was vandaag gewoon niet goed genoeg om daar onderuit te spelen. En, dan hoop je dat de scheidsrechter daar een beetje in helpt soms. En, die gozer loopt gewoon tegen mij aan en geeft gewoon zo'n diplomatiek twee gele kaarten aan beiden. Dus dat is niet sterk van hem. In hoeverre speelt trouwens, waar ik met de trainer van tevoren over gesproken heb, het was een emotionele week voor jullie. In hoeverre speelt dat mee vandaag op het veld? Ja, lastig. Niet bewust, maar misschien onbewust op de achtergrond dat je iets sneller geïrriteerd bent of iets. Ik denk niet dat het een hele grote rol heeft gespeeld. We hebben inderdaad een hectisch weekje gehad. Maar daar moet je ook weer professioneel mee omgaan. En, dat hebben we geprobeerd, alleen het is niet gebleken in uitslag. Dankjewel voor je tijd. Succes verder.